dat kan allemaal heel goed zonder het woord te nemen. Nee schudden als je tegenstander aan het woord is. Ja knikken om begrip en compassie te tonen. Een medewerker in het publiek om een punt te onderstrepen kan geen kwaad. Af en toe lachen vooral doen. Vergeet het handenspel niet, maar niet overdrijven. Te fanatiek is ook niet goed. Pas vooral op met het vingertje, hou de kijkers niet van, is te belerend. Stop desnoods je hand in je zakken als je je niet kunt bedwingen. En werk met voorbeelden van dichtbij, met gewone mensen. Afgelopen zaterdag was ik in Overvecht. En daar sprak laatst een trambestuurster in Den Haag. Ik liep vandaag ook weer in Bokstel en heb gesproken met... Maar niet te veel, want dan valt het op. Ik was bij een boer in Groningen. Nou, ik was gisteren ook bij een melkveehouder. Meneer Rutte, had u ook nog een boer in uw achterzak? Ja, ik ben in Finsterwolde. Ben ik op bezoek geweest bij een varkenshouderij. Want ook daar zal het oranje kleur aanstaan, de woensdag, dames en heren.